personeel van de Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken. Die zijn in beraad en hebben daarom besloten om een schrijven, een petitie in te dienen bij vicepresident Ronnie Breunswijk. Ze zijn gewoon bij dienstresidentie, bij dienstwoning aan de James Wattstraat, maar hebben de vicepresident hier niet ontmoet. We spraken er met een tweetal personeelsleden van de Economische Controledienst, als ook een bestuurslid van de bond. En zij vertellen de dagelijkse problemen die zij meemaken. Het is niet te werken met deze minister. Zij neemt er geen notie van de problemen die er zijn op de afdeling, wordt aangedikt door de verschillende sprekers. Als jullie even voorstellen. Goedemorgen TBN, ik ben mevrouw Cromocario Cross, werkzaam op het ministerie van Economische Zaken, afdeling Economische Delicten. Ik ben de Cario Smito van de afdeling Economische Delicten. We staan hier voor de woning van de vicepresident aan de James Wattstraat. Wat is de reden dat jullie hier zijn gekomen? We zijn naar hier toe getogen omdat we eigenlijk naar onze minister wilden gaan voor een gesprek. Want we zijn meerdere malen dat we een afspraak hebben gevraagd naar onze minister. Ze heeft de bond ontvangen, maar onze belangen die worden niet behartigd. Het is meerdere malen toe, dus nu hebben we gezegd het is genoeg. We zijn moe van de stiefmoederlijke behandeling, dus we willen zaken nog gedaan krijgen. Wat we al bijna 6 maanden nu verder zijn en dat kan zo niet door. En welke zaken zouden gedaan moeten worden voor jullie? Zoals onze overwerk, overuren die nou niet eens uitbetaald worden. Men kijkt niet eens naar ons. De mensen, we werken op het veld met alle gevolgen van dien. Toch? Bevorderingen, gratificaties. En niets van die dingen worden gedaan. Het gebouw waarin we ook zitten laat ook veel te wensen over. Niets wordt voor ons gedaan. En wie zou dat moeten doen? De minister? Ja, de minister. Zij is de hoofdverantwoordelijke van het ministerie in deze. Maar jullie hebben ook een bond. Hoe zit het met de bond? Ja, we hebben ook een bond. De bond is ettelijke malen geweest. Toch? Er zijn afspraken gemaakt, er zijn beloftes gedaan. En de bondvoorzitter heeft ons natuurlijk in deze ook gezegd wat de minister heeft gezegd. Maar we kunnen niet verder, zo niet verder. En wat had u, een schrijven, een petitie? Ja, wat is het inhoud hiervan? Zoals ik al had gezegd, we hebben een petitie die we aan haar zouden aanbieden. Maar ze heeft geweigerd in deze om ons te ontvangen. Zou je het even kunnen voorlezen? Ik ga het heel kort aan u voorhouden. Toch? Het gaat de belangrijkste punten, ja. Het gaat om, zoals ik zeg, de behandeling. De stiefmoederlijke behandeling zijn we al beu daarover. Halstarig gehouden van de minister. Toch? Om de belangen van ons die niet behartigd worden als ambtenaren. Te werk gesteld bij het bovengenoemde ministerie. Het uitbetalen van de toelages die we niet krijgen. De herwaardering die het personeel ook niet krijgt. De gevraagde bevorderingen van het personeel. En toekenning van gratificatie aan het personeel voor jarenlange dienstbaarheid. Verbetering op de werksvloer. We hebben ook daar helaas hebben we het weekend ook een personeel, een lid of een collega van ons die is heen gegaan. En niemand geen, van het geen personeel. Van de leiding. Geen notitie. Het kan niet toch? Het kan niet. Onmenselijk. Niemand van het ministerie, nog de leiding, wie dan ook, heeft ooit eens gezegd van laten we gaan om de mensen te bemoedigen en te kijken hoe het met ze gaat of wat er gedaan kan worden. Niemand. Niet eens de minister die nooit heeft gekeken van hoe zit het met ze. Niemand en dat ook niemand. Zo gaan we niet met het personeel om. Ja. En toevallig hebben we twee mensen die lid zijn van de bond. Meneer Bodland. Ik kan u ook misschien straks aan het woord staan ook. Meneer Bodland. Hi. Ja, als u hier even in het midden staat. Ja, u bent meneer Bodland. Mijn naam is meneer Bodland. Ja, meneer Bodland. U als lid, wat is uw functie binnen de bond? Ik ben bestuurslid van de bond. Mm-hmm. De bond bij het ministerie van EZ. Ja, mijn collega's zijn hier. Omdat wij ook ontevreden zijn. Trouwens, we zijn allemaal ontevreden hoor. Die ontevredenheid op het ministerie momenteel is van die aard dat we dus met het heen gaan van onze collega genoodzaakt zijn om een signaal te geven, een sein te geven richting leiding van het ministerie. Het is zo dat wij, zoals je het misschien al gehoord hebt, al geruime tijd bezig zijn om
zaken gedaan te krijgen. En het is niet iets waarop wij, zeg maar, achteraan moeten zitten. We hebben recht op, no? Als je hebt gepresteerd, wil je ook beloond worden. En het heeft heel lang geduurd. En we vinden dat bij het heen gaan van onze makker, onze broeder, onze collega. En nu toch wel tijd is, want je ziet het, de man is er niet meer. Maar hij kan niet genieten van zijn overuren, zijn bevordering. Noem maar op. Je ziet bepaalde zaken niet aankomen. Maar als je recht hebt op iets waarvoor je gewerkt hebt, dan wens je dat ook te krijgen, toch? En voor de realisatie daarvan hebben wij dus besloten om gezamenlijk de handen in elkaar te slaan en een eenheid te gaan vormen om, zeg maar, dit wat wij dus nu mee bezig zijn te realiseren, toch? Het is een rechtvaardige strijd, voortgekomen uit het feit dat we dus in feite moe zijn. Sarana tongi botaki in okanta actie, zo langa, maar dat energie noti. Dus dat is hem. Dat is hem. Dus wat nu? Jullie hebben de vicepresident niet ontmoet. Wat gaan jullie nu doen? Wat is de volgende stap? We gaan in elk geval weer de koppen bij elkaar steken. Omdat jij, weet je, als eenheid toch wel alle wegen wil bewandelen, rechtvaardig wil bewandelen, zodat er een zo snel mogelijke oplossing ook in dit geval kan komen. Ja, en de volgende stap, zegt u dus, naar wie gaan jullie? En, er zijn een paar opties, een paar alternatieven die besproken zijn. In elk geval, we willen ook het kabinet van de president informeren, kennis van laten nemen. We zijn hier nu momenteel op het woonadres van de vicepresident. We deponeren straks een brief, een schrijven met de handtekeningen van de collega's op zijn kabinet. En daarnaast willen we zoveel als mogelijk de handen in elkaar blijven slaan, maar ook kenbaar maken dat wij een rechtvaardige strijd bezig zijn te voeren. Ja. Wat is dat precies met de bond en de heer Swami Prasad? Wat er precies is met de bond, ik herhaal die vraag omdat ik denk van, is er wat? Kijk, momenteel is het zo dat de bond al twee keren gesprekken heeft gevoerd met de minister met betrekking tot de knelpunten, toch, de collega's rakende, andere afdelingen rakende, werknemers van het ministerie rakende. En het wordt steeds maar vooruitgeschoven en tweede keer hebben we weer gesproken en we zien nog steeds geen resultaat. Maar ik zei toch, we hebben een, ja, mijn collega daarnet in een gap me neemt, maar er zijn afspraken gemaakt tijdens die gesprekken die gevoerd zijn, afspraken gemaakt en die afspraken zijn niet nagekomen. De tweede keer weer gesproken en wij wachten nog steeds, de afspraken worden maar niet nagekomen. En onze collega is afgelopen weekend heen gegaan. U kunt best wel begrijpen dat de emoties toch wel hoog oplopen, omdat we zijn dagelijks bij elkaar, met elkaar, om zeg maar in de voorste linie het werk van het ministerie, maar ook het werk naar de gemeenschap toe, zowel de consument als de producent, als de ondernemer, als de fabrikant, noem maar op, toch, te helpen begeleiden. Toch? Want we zijn niet alleen maar sanctionerend bezig, maar ook begeleidend bezig als organisatie, ECD. Dus u moet best wel begrijpen dat als wij arbeid verrichten, werkzaamheden verrichten, dan willen we ook beloond worden. Dus daar gaat het om. Toch? Ik hoef u niet te vertellen in welke tijd wij momenteel leven in Suriname. Het is een heel harde tijd. Maar desalniettemin zeggen wij, wij verrichten arbeid, beloon ons. Ja toch?
Maar dit is gewoon een sideline van mij. Alles wordt tegenwoordig marktconform gepresenteerd. Mm-hmm. Of het is stroom, of het is water, of het is tullensuur. Maar die gedachten gaan in die richting van we moeten marktconform gaan. Maar u merkt het, de lonen zijn niet marktconform. Maar dan zeggen wij nog steeds van, brada wil roken. En als we hebben gewerkt, geef ons wat wij toekomen.